Vlogmas Day 4, guys. Vandaag ga ik naar school toe. Het is vandaag. Het is nu 4 over 7. Ik moet eigenlijk nu de deur uit. Omdat ik mijn bus moet halen, want mijn bus komt over 3 minuten nu inmiddels. Ik ga er nu vandoor. En ik zie jullie zo weer, want ik moet nu echt gaan haasten. Dit is trouwens wat ik aan heb. Deze trui van de Forever 21. Mijn broek komt van de New Yorker en de Superstars. Ik ga er vandoor en ik spreek jullie zo. Ik ben op school. En ik kom er dus nu echt achter dat ik een uur uitval heb. Dus ik ga lekker de vloggen zien lezen. En op social media checken. Want ik moet nu gewoon een uur wachten. Ondertussen eet ik wat. En drink ik een kopje koffie. Dus. Good life of school. Hij was wel informeerd. We kennen hier. Nee, dat Oké, lief, en trouwens aan het dansen hier. Ah, en dit is Melda. She's sick. En Brent. En Nathan, Jamie. Lucas en Michelle staan hier. Maar die willen niet. Die willen niet op camera. Ja! Oh, is die Tori, die vlogtori, vind ik. Die vlogtori. Dat wordt de titel. Vlogtori. March titel, such wow. Good life. Kijk, naar Melda. Kijk, Livendro is weer aan het dansen. Je weet dat dit op YouTube komt en dat je op YouTube staat te dansen. We zijn hier druk bezig met selfies maken. Livendro, wat doe je? Oké, vlog nog steeds, hè. Melda, zeg eens waar je is. Hoi, Brent. Goedemorgen. Goedemorgen! Oké, dit is de klas. Heel dom. Doei. Ja. Tussen uur. Dit doen we dus tussen uur. We hebben 2 uur uitval. Hey, waar komt dat van? Oh, ik kom gelijk zien. Ja. Dat mag niet. Ik denk dat ook aan. Yes. Jamie is nu thuis. En het is nu 11 over 4. En Jamie gaat heel even een powernapje doen. Want ik ben best wel moe. En ik voel het wel hier zo van mijn thuis van gisteren. Want ik heb echt hard gewerkt. Ik ga lekker slapen. Ik denk dat ik even tot 5 uur ga slapen. Of misschien wat korter of langer. Hoeveel rust ik nodig heb, want ik heb vannacht ook slecht geslapen. En ik krijg, mijn video staat nu al een uur online. En ik krijg nu al allemaal lieve reacties. Thanks guys. Op Twitter en zo. Super lief. Ja, ik ga lekker slapen. En dan zie ik jullie zo weer. Want een powernappy, dat kan altijd. Dus tot zo. Het is best leuk om een maand lang te vloggen. Omdat je dan kan zien wat je allemaal hebt gedaan. Ik zit trouwens met oude vlogmas video's te kijken van verleden jaar en wauw, ben ik veranderd zeg. Hoe ik deed en mijn enthousiasme en zo. Ik was heel erg onzeker in die vlogs en wat mensen van me vonden, want ik was nog net bezig met YouTube. En heb ik ook nog maar 30 abonnees, dus laat staan, ik heb er nu 455. En het begint nu wel leuker te worden, zeg maar, voor mij, maar ook voor jullie. Onthoud, schrijf in je agenda. 19 december, mijn meeting, Den Haag Centraal, bij Starbucks. 12 tot 3 is mijn meeting. En voor meer informatie, kijk op mijn Instagram. Want daar heb ik een foto geplaatst, al iets van een paar dagen geleden. Dus kom even door mijn Instagram. En je vindt alle informatie over de meeting, wat en waar en hoe, whatever. Ik ga het ook vloggen voor vlogmas. Nou, ik ben dus alweer een tijdje wakker. Het is nu 1 over 6. Ik ben letterlijk al echt 3 kwartier wakker. Maar ik heb alleen mijn YouTube filmpjes zitten kijken. Ik weet niet of jullie mij zien. Het is nu tijd om uit bed te gaan. Want ik ga even naar beneden om iets te eten. Want ik heb best wel een beetje honger. Shut up. Ik heb best wel een beetje honger. En dan is het alweer tijd om te gaan eten. Vanavond ga ik gewoon weer Chantal blijven slapen kijken. Dat wordt ook leuk. Dat is lekker een tv-avondje. Ik ben
ja, het is wel zo van dat ik de laatste tijd wel erg moe ben. Dat ik niet alleen maar dingen kan filmen, zeg maar. Want op maandag is woensdag heb ik stage. Nou, dan kan ik niet op mijn stage gaan filmen. Nou, buiten de om wel. En ik probeer wel gewoon op na stage. Probeer ik wel gewoon leuke dingen te regelen, zeg maar. Dus dat. Ik ga nu uit bed en dan zie ik jullie zo weer. Nou, voor de mensen die nog niet wisten, dat ik heb ook Twitter. En toen had ik dus dit getweet. Super blij voor Anna Nushin. Ze is het nieuwe gezicht van RTL Boulevard. En nu krijg ik een tweet van Anna Nushin. Thank you. Ah, ik ben echt blij voor haar. Ik ga morgen gewoon kijken en dan ga ik het voor jullie een stukje filmen. Ik ben niet zelf in de studio, maar ik kijk het gewoon op mijn televisie. Maar ik ben super blij voor Arntje, want ze is natuurlijk... een YouTuber ook. Linkje vind je trouwens hieronder in de video. Of je ziet hem hier ergens in beeld. Het YouTube kanaal van Anna Nushin. Ze maakt super leuke video's. En ja, ik ben echt blij voor haar. Dus op naar beneden. Want ik ga nu echt eten. Dit is mijn eten. Erwtensoep. En een glaasje cola. En ik kijk Catfish. Dinner is ready. Ik heb erwtensoep met cola. En Catfish. Shut up! Shut up! Naar boven, want ik ga dus nu heel even alvast de vlog bewerken voor jullie vandaag zien. Au, mijn hoofd. Zo, jezus, kijk. Ik ben gewoon 1,85 meter of misschien iets langer zelfs. En kijk. Ik kom er gewoon, ik moet hier zelfs bukken. Oh mijn god, nou, oké. Okay. Leuk. Nou, meestal gooi ik mijn telefoon altijd even op bed. Doe mijn ramen even open. Oké, dat is ook weer gedaan.
En dan ga ik mijn laptop even opstarten. Het is nu 10:15. Ik denk dat ik heel even de tv aan ga zetten. Want ik ga Dino kijken waarschijnlijk voor het laatste stukje. Omdat je Deska daar altijd in komt. En dat vind ik wel leuk om te kijken. Dus dat ga ik doen. En ja. Dat denk ik dat ik dat ga doen. Oké, trouwens jongens, Sinterklaas. De vlog van vanmorgen, nee, laat ik het zo zeggen. De vlog van morgen ook leuk. De vlog van zaterdag en zondag, I don't know. En dan begint een volle week weer. Dus dat is wel chill. Ik ga heel even, denk ik, in mijn woonkamertje lekker editen. En dan zie ik jullie zo. En zo zit ik er dan bij. Lekker editen. Ik heb melk en ik heb een lekker chocolaatje. Mijn telefoon ligt hier en ondertussen kijk ik Dino. Good life. Dus ik ga lekker editen en dan ik zit gewoon in een kleermaker shit. Ik heb zeg maar wel mijn rode donderbroek aan, mijn UX en dan mijn Forever 21 trui. Super nice. Dus ik ga lekker editen. Nou, en ik heb dus net de vlog al een deel voor gedeel, zo, voor een deel geëdit. Hij is echt super leuk geworden. Er zit een dansstukje in waar ik echt om heb moeten lachen. En er zit ook nog muziek in, dus dat is leuk. Ik ga denk ik heel even de vlog afediten met deze beelden erbij. En morgen begin ik om 9:15 tot 2:00. En daarna ga ik met Renor naar de stad. Dus dat wordt ook leuk. En ja, ik heb niks meer echt te zeggen ofzo. Ik ga zo meteen lekker slapen. En dan, ik hou er wel van vlogmas, omdat ik nu 4 dagen nu bezig ben. En ik vind wel, want ik zie heel veel YouTubers die zeg maar vloggen. En dan uploaden ze 3 dagen later pas de eerste vlog. Terwijl het gewoon 4e bijna is. Dus dat, en ik vind het wel chill omdat ik dan gewoon op de avond zelf alle beelden kan importeren. Want dan weet ik ook van, oh dat heb ik gedaan en blablabla, weet je, dat is leuk. Dan heb ik ook nog wat aan mijn dag, weet je wel. Van mijn avond. Morgen ga ik trouwens iets super cools doen. Ik ga naar de stad met Renor. Even nog wat dingetjes kopen voor dit weekend. En even iets voor deze kleding. En al deze troep, want mijn kamer is echt een troep. Ik moet echt hoog nodig gaan opruimen. Maar dat doe ik denk ik een andere dag, omdat ik er nu niet zoveel zin meer in heb. Of misschien doe ik het wel even heel snel, even kleding opruimen en zo. Ik ga even de vlog afediten. En dan zie ik jullie morgen weer. Oh ja, trouwens. Laat ook even weten naar wat jij wilt doen op de meeting, want ik zit te twijfelen. Fashion Chicks is uit en Bombini Holland is ook uit. Dus misschien is het wel leuk om met een klein groepje zo naar de bioscoop te gaan. Laat maar even weten of je het leuk vindt, ja of de nee. En ja, ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe Vlogmas. Dus tot morgen. Doei doei!